Paul de Leeuw heeft besloten zijn villa in Blaricum te verruilen voor zijn huis in Amsterdam, zo meldt de website Bekende Buren. De bekende presentator kocht de villa bijna 20 jaar geleden voor 1,7 miljoen euro. In 2018 verwierf hij een grachtenpand in Amsterdam, en nu lijkt het erop dat hij zijn Blaricumse optrekje wil inruilen voor deze nieuwe woning. Het huis in Blaricum staat momenteel te koop voor een prijs van maar liefst 2.995.000 euro. Als Paul de villa verkoopt voor deze vraagprijs, kan hij bijna 1,3 miljoen euro winst maken. En dat is geen kleine som. De woning in Blaricum is ruim en luxueus. Met een totale oppervlakte van 317 vierkante meter en 10 kamers, inclusief 4 slaapkamers en 2 badkamers, biedt het veel ruimte en comfort. Het huis is verdeeld over 5 woonlagen en heeft zelfs een kelder. En alsof dat nog niet genoeg is, beschikt de villa ook over een grote tuin met een zwembad en een poolhouse. Het ultieme luxe leven. Met de verkoop van zijn Blaricumse villa kan Paul de Leeuw dus niet alleen een mooie winst maken, maar ook genieten van de charme en het stadsleven van Amsterdam. Een nieuwe stap in zijn leven.